Soms heb je van die momenten in het leven dat je gewoon even wat anders wil. Je wil per se naar een andere school. Of je wil opeens brandweerman of verpleegkundige worden. Misschien heb jij of je moeder dat wel eens meegemaakt. En nu is er ook een Pokémon die dat meemaakt. Want Pikachu wil geen normale Pokémon meer zijn. Hij wil detective zijn. Oh, en knal natuurlijk even de duimpjes omhoog. En vergeet niet te abonneren als jij deze Pikachu super tof vindt. Oh, en laat even in de comments weten welke Pokémon jij graag als detective zou willen zien. En daar is die. Onze Pika-vriend. Oh, hij gaat gelijk praten. Dat is een pratende Pikachu. A great detective. Yeah, let's go! Met natuurlijk een bakje koffie erbij. En een chill muziekje op de achtergrond. Het speurneuzen muziekje. Oké, je hebt veel mysteries opgelost. Harry, Harry is een partner. Oeh, nee. Oh. Hij is Harry kwijt. En Pikachu is ook zijn herinneringen kwijt. Oh. In de stad vond hij Tim. Dit is Tim. En Tim wist wat hij zei. Our goals were one and the same. Ze hebben hetzelfde doel. Harry vinden. Oh, dat is Tim zijn vader. Harry is Tim zijn vader. Oh jee. Ja, ze hebben detective moeten spelen. Ze hebben een chemical. Dat heet R. En dat maakt Pokémon helemaal gek. Een gekke chemicaliën genaamd R. Kijk, daar is een Noivern. Dit is gebeurd in Rhyme City. De Noivern is verslagen. En toen, oh my god, ging die bijna kapot. En daar was Mewtwo. Harry hadden ze nog steeds niet gevonden. Ze zoeken hem nog steeds. Kijk die schuine mond. Waar is Harry? Wat is dit? Dat is Harry. Maar we zijn hem nog steeds kwijt. En daar vliegen Pokémonnetjes over door de lucht. En dit is de burgemeester, denk ik. Kijk. We zijn in de Pokémon Vriendschapsweek. Hij ligt te slapen. Oh, hij droomt weer over Harry. Een beetje awkward. Nou, mensen kunnen er wel om lachen, behalve die ene mevrouw met het roze haar daar in het publiek. Wow. Dit is Tim, de zoon van Harry. Excuses worden gemaakt. Oh, dit is 2 jaar geleden, met het R-chemicalie. Ja. Oh. We staan nog even stil bij iedereen die iemand is verloren 2 jaar geleden. Inderdaad, dit is de burgemeester. Oh, wat zien we daarboven? Is het een Corviknight? Zeker wel. Wow, die klinkt boos. Waarom ben je zo boos? Niet zo boos doen, maat. Oh, hij gaat Rhyme City aanvallen. Niet oké. Okay. Oh, iemand laat een boekje vallen. Tim die leidt de operatie. Stuurt iedereen weg. Waarom doe je zo boos, vriend? Wat is er met jou aan de hand? Heb je ook weer van het chemicalie gesnoept of zo? Kom, we gaan hem pakken, Pikachu. We gaan hem pakken. Of doen we dat hier niet in deze stad? Oké. Okay. Pikachu zegt dat hij even rustig aan moet doen, die gekke Corviknight. Oh, Pikachu wordt aangevallen. Zo. En hard ook. Jemig. Pikachu. Gaat het? Hij is boos. Oh nee! Zijn hoed is gestolen, zijn pet is weg. Ja, je ziet er nu niet meer uit als een detective. Pikachu ziet iets daar liggen. Ja, zie je, die heeft dat laten vallen. Heeft de burgemeester dat laten vallen? Is die Manectric er nog? Nee, die is hier niet meer. Die is ook al verdwenen. Het is een notitieboek die de burgemeester heeft laten vallen. En er zit wat in, er zit een foto in. Kijk! De dochter, die stond net in het publiek daar zo. Ja. En inderdaad, ik vond haar er net ook al een beetje chagrijnig uitzien. Oh, die zit in de klas van hem. En dat is Rachel. Ja, Tim en Rachel kennen elkaar, Pikachu. Oké, het doel is om het boekje terug te brengen naar de burgemeester. En om die Corviknight te vinden, zodat we de pet van Pikachu kunnen vinden. Hier staat iemand op ons te wachten. Nee, deze Pidoff is knock-out.
We mogen de pit-off niet aanraken van deze meneer. Maar wat is er gebeurd met die pit-off dan? Oh, hij kan natuurlijk Pikachu niet verstaan. Hij hoort alleen maar Pika, Pika, Pika. Dit is Will Butler. En hij is het hoofd van het Pokémon Beschermingsbureau. En dit is Audino. Hij wil ook op zoek naar Corviknight. Maar hij zegt, ja, ik kan die pit-off hier niet achterlaten. Corviknight heeft te veel wind rondgeblazen. En dat zorgde ervoor dat pit-off wordt weggeblazen. En nu ligt hij hier op de grond, knock-out. Oké, Tim Goodman die gaat er nu vandoor. Die gaat op zoek naar Corviknight. En Pikachu en ik moeten ervoor zorgen dat deze pit-off weer wakker wordt. Pikachu kan natuurlijk met deze andere Pokémon praten. Met deze pit-off is die hier wel gewoon zitten te chillen. Pikachu wil dus met de pit-offs praten. En die vraagt van, ja, wat is er met jullie vriendje aan de hand? Maar hij krijgt nog niet echt heel veel informatie. Alhoewel, Pikachu komt erachter dat een heel sterk aroma ervoor zorgt dat Pokémon kunnen ontwaken. Kan Audino er niet mee helpen? Die heeft toch de move Sweet Scent? Die zou hem volgens mij wel wakker kunnen maken. Ik had echt verwacht dat Audino wel kon helpen. Er staan hier nog allemaal andere Pokémon. Ja, jij kan misschien ook wel helpen, toch? Aromatize, kijk, zie je? Die moet zeker wel kunnen helpen. Pikachu zegt, maak die Aromatize, kom op, doe het. Kom maar even met ons meelopen, Aromatize. Deze Pidgeots die willen niet weg. We moeten eerst de duiven even wegjagen. Oh, nice. Nou, ze gaan lekker uit de weg. Pikachu heeft het voor elkaar. Let's go, Aromatize. Oké, daar gaan we hoor. Daar gaan we. Doe je trucje, Aromatize. Oh, ja, dit is een lekker aromaatje hoor. En daar is die Pidgeot. Hij is weer in het land der levenden. Hij is weer ontwaakt. Helemaal goed. We hebben ons eerste mysterie opgelost. Lekker gedaan, detectiveje. Zonder detective pet. Dat dan weer wel. In dit spel kunnen we ook gewoon van alles en nog wat leren over Pokémon. Super handig. Oh, daar is de Corviknight weer. Oh, hij is weer terug, hij is weer terug. De politie en de Pokémon-politie die gaan samenwerken om deze Corviknight te stoppen, zo te zien. Ga ik ook met hun mee? Hé, we horen iemand. Iemand zegt X en iemand zegt Up. Is het Execute in de Applin? Ik vind het wel erg leuk om al die Pokémon hier rond te zien lopen. Daar staat opeens een verdwaalde Spearow. Hier is een Magnemite. Daar hoeven we voor de rest niks mee. Met deze Xatu denk ik ook niet. Je ziet er wel cool uit trouwens. Oké, doei. Dankjewel, Aromatize. Wauw. Hier is Alolan Executor. Wat doet hij hier midden op de straat, joh? Helemaal vanuit Alola. Applin, gaat het? Applin die sliep tussen de appels en nu is hij opeens wakker geworden en hij wil niet terug tussen de appels. Ja, dat snap ik ook wel, dat je niet altijd in een appelkist wil. Applin had nog 2 appelvrienden, die moeten hier ook ergens zijn. Volgens mij zag ik er al eentje liggen hierachter. Kijk, hier ligt er een. Hier zo, hier. Ik zie hem hieronder in beeld, maar ik kan er niks mee. Waarschijnlijk moet ik even vragen of Alolan Executor uit de weg wil gaan of zo. Wow, treason executor. Yeah, inderdaad. Deze Pokémon vind ik zo grappig. Gewoon een tropische palmboom Pokémon. Kan je even een klein beetje aan de kant gaan, Executor? Kijk, top. Dankjewel. Oké, we gaan even de Applin zoeken. Kijk, daar rechts. Daar rechts ligt er al één. Ik denk dat die andere nog in een doos zit. Kijk, hier hebben we de eerste. Hallo. Oké, en ik denk dat die andere misschien nog hier in die doos moet zitten. Oh, die andere ligt hier niet meer. Oh, die ligt hier achter die doos daar. De bewegende doos. Ja, ja. Hier is dit mijn pet. Ja, dit is je petje, Pikachu. Nu kan je er weer echt uitzien als een echte detective. Hieronder ligt die Applin, hè? Pak je pet nou, vriend. Pak hem nou. Je bent wel een beetje langzaam voor een Pikachu, hoor. Pak hem nou maar gewoon. Pak hem. Oh, nee. Oh. Nee. Hij klimt in de boom. Of in de Pokémon. We moeten nu officieel in een executor gaan klimmen. Alhoewel, Pikachu gaat dat waarschijnlijk doen. Ik kreeg echt Lion King vibes gewoon daarbij. Oké, pak een Pikachu. Pak je petje. Oh my gosh. Oh, ik moet op A drukken. Let's go. Gewoon een beetje klimmen, Pikachu. Dit moet niet te moeilijk zijn voor je, toch? Je bent toch een super Pikachu? Je bent een goede detective, maar je moet ook even je Pokémon vibes eventjes gewoon... Even je Pokémon vibes tentoonstellen. Gewoon even klimmen. Oké, nog een klein stukje, denk ik. Klein stukje nog. Klein stukje nog. Daar is die. Pak hem. Pak je pet, voordat hij weer verdwenen is. Let's go. Pak hem. Nu. Ja, lekker. Oké, top. En daar... Ja hoor, daar is de appel. Au. Pas op, niet op... Nee, oh, hij landt echt vol op zijn gezicht.
Dat moet pijn doen. Oh, oké, hij staat weer op zijn benen. Nou, top. Oh, kijk nou, links, er staat een hele Apple in familie, joh. Hoppakee, Pikachu heeft zijn petje weer terug. Ook nice. Oh ja, jij bent zo'n stoere Pokémon. Kijk, nu kunnen we weer echt mysteries gaan oplossen. Ja, het is wel zijn petje die hij van Harry heeft gekregen. Oh, wat? Wat zeg je? Oh, we moeten weer terug naar onze plek. We gaan helemaal niet de Corviknight weer achterna. Kijk, daar is de burgemeester weer. Hij bedankt ons voor ons werk. Dat we de Applins hebben gered van de appelmoes, denk ik. En de Pidoff hebben gered. Rhyme City, dat is de stad waar we in leven. Die zijn ons allemaal heel dankbaar. Ja, kijk. Even de speech gaat nog even door met de camera erbij. Dank u. Dank u. Hij vindt ons de ideale detective duo. Oh, kijk nou. Nou, we krijgen een medaille van de burgemeester. En een applaus van de politieagent. Dank u. Dank u wel. Kijk, mijn maat krijgt er ook een op zijn pet gespeld. Ja hoor. Ja, nu snap ik dat je je petje terug wilde. Graag gedaan, meneer de burgemeester. Oh, hey, ik heb fans. Oh, dat zijn denk ik mijn zusje en mijn moeder. Maar later op die dag gebeurde dit in Tim's appartement. Kijk, ja, zie je? Het zijn inderdaad mijn moeder en mijn zusje. Irene Goodman, Tim's moeder. En daar is zusje, Sophia Goodman. You think so? Everyone knows all about the amazing work you two have done. There was the EV abduction key, oh, kijk, het wordt nu even samengevat wat er allemaal is gebeurd. Ja, met Eevees. En de Rhyme Tower, het gevecht tegen de Mewtwo. Ze refereren nu naar de film die is gemaakt, maar daarin werd de moeder en de zusje helemaal niet... Die kreeg helemaal geen aandacht. Dat vindt de zusje een beetje stom. Oh, ze wil nog wat zeggen. Oh, ze wil nog wat vragen. Nou, wat wil je maar vragen, Sophia? Ze vraagt of dit de Pikachu is van onze vader. Zo, vette schoenen trouwens. Ik heb bliksemschichten op mijn schoenen. Dat is best wel cool. What's with all the staring? Pikachu vraagt zich af waarom de zusje naar hem staart. Hele mooie family reunion. Ja, nu moet alleen de vader nog even terugkomen. Oh, we gaan even nieuws kijken. We gaan tv kijken. Waar staat de tv? Hier staat de tv. Er is een explosie geweest. In de bergen, in het noordoosten van Rhyme City. Is daar Mewtwo weer? Wordt hij achterna gezeten door Beedrills? Wat, even kijken. Ah, ik wou nog even verder kijken. Ik wou nog even verder kijken wat er in die stofwolk daarachter was. Kon het niet zien. We moeten nog steeds op zoek naar de vader van Tim, zo te zien. Hey, maar Mewtwo heeft met hem gepraat 2 jaar geleden. Dat mijn vader nog leefde. En wij kunnen hem vinden zolang we maar niet opgeven. Mewtwo is nog steeds de enige connectie om Harry te vinden. Ook mama weet niet dat we met Pikachu kunnen praten. Nou, papa, mijn vader deed dat blijkbaar ook. Die kon natuurlijk ook met de Pikachu praten. Het is 2 jaar geleden sinds de R-incident. Sinds toen hebben we allerlei zaken opgelost. We hebben zelfs een award gekregen. Ik kan nog steeds met Pikachu praten en hem begrijpen. Als dat hetgeen is wat ons samenhoudt, dan ga ik ooit mijn vader vinden. Zeker! Dat is het doel! Dit is de dag na de awardsceremonie. We lopen lekker op straatje, Pikachu en ik. Gewoon te chillen. We zien er allerlei andere Pokémon, zoals deze Whimsicott. Oh, die zijn wel leuk, zeg. Die zijn wel leuk, die zweven gewoon lekker door de lucht. Die vind ik echt cool. Kijk ze chillen. Kijk hoeveel dit er zijn. Ze zijn half gemaakt van katoen blijkbaar. Als ze in huizen vliegen, dan ligt er allemaal katoen in die huizen.
The sweet smell of coffee is calling my name. Pikachu wil een koffietje gaan drinken. Kijk hoe blij die is. Kijk hoe blij... Wat? Wie is dit? Wie is dit? Deze, hij lijkt ook op een detective. Dit is Frank Holiday. En hij is van de Rhyme City politie. Inspector Holiday. Een inspecteur is hij zelfs. Oh, en hij staat natuurlijk op de zaak om mijn vader te vinden. Maar nee, hij heeft nog steeds onze vader niet gevonden. Iemand steelt juwelen. En hij vraagt of wij hem kunnen helpen. Dus bij de Dennis Residence, het gebouw, het huis aan het einde van de straat. En we moeten nu daar naartoe. Pikachu baalt, want hij krijgt geen koffie. Hij wil volgens mij wel heel graag koffie, of niet? Zie je, hij wil even chillen hier. Ja, ja, je mag het gewoon zeggen. Je mag gewoon zeggen dat je koffie wil. Zeg het maar. Ja, zeg het maar. Oh, nee, we moeten wel gewoon naar Holiday. Wow, daarachter staan een Harry Yama en een Poliwrath te vechten. Oh, maar dat is de partner Pokémon van deze mevrouw. Maar we moeten dus op zoek naar degene die een juweel gestolen heeft. Ik denk dat het een Sableye is. Wie denk jij dat het is? Laat het even weten in de comments. En dan gaan we erachter komen in de volgende aflevering. Dus doe een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren voor het volgende deel van Detective Pikachu Returns. Mazzel!